Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag. Wow. Vandaag is woensdag en deze zaterdag gaat er iets superleuks gebeuren. De laatste keer heb ik daar ook een vlog van gemaakt. En die vond ik persoonlijk wel heel leuk. En dit jaar is dat dus weer. Dat is elk jaar. En dat is de Stro. Stro-rennissen. Geen idee of jullie het kennen. Als jullie mijn vorige vlog hadden gezien toen ik dat maakte. Want daartussen heb ik nog niet zoveel andere vlogs gemaakt. Dan weten jullie vast en zeker wat het is. En ik vond het wel leuk om dit jaar er ook weer een vlog over te maken. Want dat is toch wel een onderwerp dat wel leuk is. Vind ik persoonlijk. Het is dus vandaag woensdag en ik ga er nu gewoon een beetje informatie snel over geven. Niet te lang, maar gewoon even snel. En voor de rest gaan jullie mij dan vrijdag en zaterdag zien. Vorig jaar heb ik dat dus op stip gedaan. En dit jaar gaat een vriendin van mij op stip. Want ik heb liever dat zij op een paard gaat dat ik weet dat braaf is. Want zij is ook jonger dan mij. En dat ik dan op een wat stouter paard ga. Dus ik ga Bob. Bob is een kleine tinker. Naam zegt genoeg. Heel ondeugende pony, maar wel superleuk. Ik moet wel zien dat ik die de dag ervoor even in de bak losgooi. Want anders overleef ik het niet. Oké, dus vorig jaar. Je moet dus. De bedoeling is dat iedereen dus pomponnetjes eigenlijk heeft. En vorig jaar waren mijn pomponnetjes niet zo heel mooi of zo. Dus dit jaar wil ik het iets mooier hebben. Dit is nog altijd niet perfect, maar ik vind ze alleszins al veel mooier dan vorig jaar. Veel voller ook. Dus dat is goed. Ik werk dus dit jaar in het kleurenthema. Wacht, ik zal het even laten zien. Blauw, wit, groen. Ja, echt groen is dat niet, maar ja, dat is mijn kleurthema van dit jaar. Vorig jaar had ik ook blauw en zo. En wit. En groen. Maar dat was donkergroen, dit is lichtgroen. Dus ja, deze matcht ook met dekje dat ik ga aandoen. Nu, mijn dekje die moet nog de was in. Dat is mijn nieuwste dekje van Estoclom. Wauw. Dus die ga ik aandoen. En dat is ongeveer deze kleur. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik hoop dat het een beetje past, want dat is wel mat voel. En Pop is veel kleiner. Dus dat zijn dus de drie kleuren waarmee ik ga werken. Vind ik op zich wel leuke kleurtjes. Ik heb daar dus ook deze dingetjes meegemaakt. En de bedoeling is dat de langste voor in de manen of voor in de staart, dat weet ik nog niet. En de twee korte voor aan de teugels. Maar niet heel mijn teugels, daarom dat ik er twee heb gemaakt, want vind ik irritant om vast te houden. Ik ga dit jaar ook iets serieuzer aanpakken. Ik heb een boekje. Trouwens, voor diegenen die het nog niet weten, ik ben ondertussen al een jaartje ouder. Dat is nu 8 februari en 30 januari was ik jarig. Ik ben nu 16. Dat was een beetje de inleiding. Ik ga ook dit jaar mijn GoPro aandoen. Ik hoop dat die nog altijd werkt. Dus dan ga je daar ook nog beelden van zien, hopelijk. Als alles werkt. En ik ga dus dit jaar met twee vriendinnen rijden. Vorig jaar reed ik eigenlijk alleen. Ik zat wel in een groepje waar ik altijd mee samen ga. Maar ja, die zijn allemaal ouder. En als in ouder bedoel ik in de 30, in de 40. Ja. Er waren wel een paar bij die misschien ietsjes jong waren, maar ja. Maar dit jaar ga ik dus met twee vriendinnen. Destiny was vorig jaar wel in de video te zien, maar ze deed niet meedoen. Dit jaar doet ze wel mee. En dan Estella, ik weet niet hoe ik die al in de video's heb laten zien, die gaat ook meedoen en die gaat dus op stip. En Destiny gaat op haar eigen paard Winston. Dus dat wordt heel leuk. En ik ga dit jaar dus ook meedoen met de snelle route. Dus ik ga lekker snel bam over het strand. En Stella ook. En Destiny wil dat wel, maar zij mag niet van haar mama. Dat is wel zet. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. Dus tot dan. Hoi allemaal. Vandaag is het zaterdag 11 februari. En dat betekent dat het vandaag dus de Stro is. En trouwens, ik zie niet uit. En mijn stem is ook echt ochtendstem. Want het is iets aan 8:30 's ochtends.
En ik in de ochtend, dat ga ik samen. Ik heb ook mijn GoPro bij. Amai. Ik heb ook mijn GoPro bij. Voor te filmen. Op het strand en zo. Bij mogen maar even. Wow. En ik wou eigenlijk gisteren nog filmen, maar ik ben het vergeten te filmen. Want we zijn gisteren hier aangekomen. En de camera is echt mooi. Vind ik persoonlijk. En trouwens, we hebben ook super leuk nieuws. Denk in de kokosvakantie is denk ik een van de laatste keren dat wij nog een kamer of een huisje of zo moeten boeken. Vanaf dan. Wacht even. En vanaf daarna hebben wij een eigen caravan. Eindelijk. We besloten om er toch eentje te kopen, want we willen altijd heel graag. En iemand die weekend die had er nog eentje. En voor een best wel goed prijsje, vond ik. Het is niet zo heel groot. Maar we krijgen er wel een voortent bij. Plus een campplaats ook nog eens. En onze vrienden die staan daar ook. Dus dat is gewoon kei leuk. Nou, ik heb dus al... ik heb mijn fiets niet bij. Ik mag mijn fiets niet meenemen. Die zit toch vlakbij. Ik ben dus onderweg naar de manege. Bob te poetsen en alles. Want die was gisteren heel vies. Dus ik denk vandaag ook wel. En ook de manen, want die heeft lange manen. Dan gaan we dat even doen. En binnen iets minder dan een half uurtje zou Estella moeten komen. Wacht hè, want het is nu dus al iets na 9:30 of zo. En we moeten er echt zijn om 10:15. En om 11:15 of 10:45 moeten wij vertrekken. Nee, 11:15 moeten wij vertrekken. Dus dan moeten wij hier wel een half uur staan wachten. Maar bon. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker goed op tijd vertrekken. Lekker goed op tijd beginnen we alles. Want ik doe dat graag op een rustig tempo en niet op een snel tempo. Want ik wil wel dat alles mooi is. Niet dat ik de schoonheidsprijs ga winnen, want die is er ook. Maar wel dat ik er een beetje deftig uitzie op foto's en zo. Want... Oké, dat was iemand die kent me. Die reed hier langs. Akkoord dat ik dan zo zit. Maar dus wat was ik nu aan het zeggen? Ja, vorig jaar zag de popontjes er echt niet uit. Dit jaar vind ik dat de popontjes er nog redelijk goed uitzien. Het ding is wel, ik heb wel mijn eigen borstels niet bij, dus ik moet wel zien dat ik borstels vind, want anders heb ik een groot probleem. Waarschijnlijk heb ik al een groot probleem. En dan wanneer die helemaal gepoetst is, ga ik denk ik al de manen lekker invlechten, want ik wil zo laat mogelijk eigenlijk het zadel en zo erop leggen. Dus ja, dan ga ik de manen zo invlechten denk ik. Dat is misschien wat mooier, als dat lukt, en anders doen we dat niet. En daarna kan ik wel het zadel in het hoofdzadel gaan nemen. En het hoofdzadel al vol hangen. En uiteindelijk het zadel erop, het zadel even vol hangen en dan als het bijna uit is, het hoofdzadel erin. Ik vind het zielig als die daar zo keilang een uur of zo met die dingen in moeten staan. Want die moet al heel de dag dat ding in doen. Oké, ik ga stoppen met te veel te praten. Tot zo. Nou, ik ben lekker bij de paarden. Dit is Bob. Dit is Bobby. Daar moet ik op. Dit is Stip. Dit is Stipje. En daar gaat Estella op. Hier heb ik vorig jaar gezeten. Maar ik ga lekker Bobby poetsen, want dat is leuk. Ik heb nog eens goede borstels, dus ik heb er een paar van deze. Voor de manen. Deze. En zo eentje. Want ik vind nergens goede borstels. Ik kan mijn eigen borstel moeten meenemen. Kijk, die is heel vies. Nou, mijn camera valt mee, maar die is eigenlijk echt heel vies. Hi Bobby. Goedendag Sarah. Goedendag Sarah. Nee. Bobby. Zo, wij zijn klaar. Het is niet super mooi, maar ik vind het wel mooier dan vorig jaar. Dus dit is hoe Bobje eruit ziet. Dus overal hier van deze papannetjes. En aan de teugels dit. En aan het materiaal dat. Dat weet ik nog niet wat ik ervan moet vinden. En aan de tweede kant dat. Ik wil eigenlijk aan de beugels nog doen. En aan de rest van het materiaal, maar het is niet gekomen.
En Estella heeft dit. Zeg zij. Hoi. En Destiny staat al op het transferium. Daar gaan ze ook naartoe. Maar we moeten eerst mijn handschoenen gaan halen. En ik heb een GoPro mee. Fantastisch. Dus het komt allemaal goed. Ik heb mijn nieuwste, nou niet mijn nieuwste, maar wel mijn duurste dekje genomen. Van ik was Sim Stockholm. Heel mooi. Staat hem heel mooi. Eigenlijk is maat vol, maar het past eigenlijk prima. Ornetjes misschien. Nou, dat gaat wel. Valt wel mee. Ik wou eigenlijk nog iets in de manen maken, maar hier heeft hij korte manen en hier lange. Dus daar kan je eigenlijk niets meer doen. Dus ik ga het gewoon lekker loslaten. Hetzelfde met staart gewoon lekker los. Ja. En heel mooi kreeg ik hem niet. Heel proper kreeg ik hem niet. Maar maakt niet uit. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed. So let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind.
knappe Bobby. Nee, dus. Ik moest gewoon afvragen. Stel. Oké, daar komt Manon met het ringsteken. Maar de eerste ring die is niet goedgekeurd door de jury. En dan misschien de tweede ring. Even kijken. Ja, die is goed. Eén ring tot nu toe. Manon Suikens. Even een rondje draaien en dan op voor de volgende mogelijkheden. Daarna Estella Willems en Lisbeth Slootbeek. En ik zei het al, één gestoken ring voor Manon Suikens. Helemaal uit het verre België hier naartoe gekomen voor de straat. Heeft ook al verschillende keren meegedaan, dus ze weet inmiddels wel hoe het werkt allemaal. Maar dat ringsteken, ja, dat is toch weer een beetje wennen natuurlijk. Toch weer wat anders. Oh, lekker snel. En wel een goede ring. En nu vergat je de laatste te steken. Jammer. Oké, hi iedereen. Ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd en wat niet. Maar het is nu zondag 12 februari. Dus gisteren was het de stroo wat jullie hebben kunnen zien. En het was echt super leuk. Bob, dus de pony waarop ik zat, die heeft wel, want we moesten op het Transferium verzamelen. En dat is achter de manege. En hij rent altijd terug vandaar. Dus hij is 3 keer teruggerend of zo. Maar het kwam goed. En uiteindelijk, de rest van de rit ging super. Het galopperen deed hij super braaf. Het stilstaan vond hij minder dan wat hij nog... Allee, hij kan gewoon niet stilstaan. En af en toe zo'n mini stijgertje. Niet echt helemaal, maar zo voetjes van de grond, weet je wel. Maar voor de rest vond ik die eigenlijk echt super braaf. Galop ging wel lekker snel. Ik eindigde ergens van voor. Voor de rest heb ik niet veel meer te vertellen. Bij ringsteken, ik heb niet gewonnen. Maar dat was ook niet mijn doel. Het was sowieso niet mijn doel om te winnen. Het was gewoon om mee te doen, weet je wel. Het laatste, toen was ik even afgestapt. Want ik had echt zeer aan mijn voeten. En ik moest toch niet meer. En toen ging die rennen naar de manege toe. Nou ja, hij is niet gevallen of zo. Dus voor de rest ging het helemaal goed en was super leuk. Dus volgend jaar weer. Misschien terug op Bob. En nu is het vooral wachten op foto's. Want er komen altijd 10.000 fotografen. En dan zie je wel eens foto's van je eigen op Facebook voorbij komen. Of op de site komen er ook altijd foto's te staan. Een van de dagen nog. Maar die zijn er nog niet. Maar ik heb wel een paar gezien op Facebook. Dus dat is gewoon super leuk. Ja, Destiny vond het ook leuk. Estella vond het heel leuk. Dus ik ben tevreden. Volgend jaar misschien terug op Bob. Tenzij er een ander paardje is. Maar ik denk wel dat ik nog eens op Bob wil. En dat was het dan weer voor dit jaar. Het was wel leuk. Dus tot de volgende vlog. Doei!